señores en señoritas. ¿Cómo está? Sí. Het gerechtje wat we vandaag gaan maken heb je ongetwijfeld voorbij zien komen op YouTube, op Instagram of TikTok als je daarop zit. Wat is het eigenlijk? Chicharrones. Maar wat zijn chicharrones? Gefrituurd, crispy buikspekkie. Elk land in Latijns-Amerika heeft bijna zijn eigen versie, maar wat ze bijna allemaal gemeen hebben met elkaar is buikspek, varkensvlees en frituren. En in het noorden van Mexico schijnen ze chicharrones te maken met de huid van de varken en dan nog een stuk vlees eraan. En in het zuiden van Mexico schijnen ze alleen de huid van het varken, de zwoerd, schijnen ze die heel erg krokant te maken en dan schijnen ze dat gewoon lekker te eten. Wat wij in Nederland kennen als knabbelspek. Dus er is af en toe nog wel eens een verschil over wat mensen chicharrones vinden. En vandaag gaan wij degene maken uit het noorden van Mexico, namelijk nog met een lekker stukje buikspekje eraan, lekker velletje eraan, lekker crispy in een romige guacchi. Wordt fantastisch, wordt gek. Blijf lekker kijken en doe gewoon lekker mee, want het is fucking makkelijk. Alright, ik ga koken. En doe je deurtje dicht, doei. Kijk, en hier zo heb ik ongeveer 2 kilo aan buikspek gesneden in stukken van ongeveer 2 vingers dik. Het huidje wat hierop zit, zit er nog aan. En we gaan ervoor zorgen dat dit huidje super krokant wordt. Kijk, heb je ongeveer 6 stukken. Doe je allemaal zo even mooi in de pan. 1 anjon en die ga je gewoon lekker in stukken snijden. Velletje mag er gewoon lekker aanblijven. Mag je eraf halen wat jij het makkelijkst vindt. Snij je zo in wat grove stukken. En die gooi je gewoon zo in je pan erbij. En dan pak je 4 teentjes knoflook. Velletje kan je gewoon aanlaten. Doe je met al je knoflookteentjes. Ga je gewoon een klein beetje plat slaan. Flik je in de pan erbij. Ongeveer 8 blaasjes. Hoe heet die dingen nou weer? Laurierblaadjes. En die gooi je gewoon zo in het pannetje. Tot nu toe is het fucking makkelijk. Hele kruidnageltjes en dan pak je er een stuk of 4. 1, 2, 3, 4. Kaneelstokje. Gooi je erbij. Zwarte peperkorrels. En dan doe je er een stuk of 15 of 20. Flik je gewoon allemaal zo erbij. 2 theelepeltjes zout. 1, 2. Het volgende ingrediëntje is optioneel. Ik vind het lekker. Ik had ze thuis nog liggen. Dat zijn deze units. Kijk, je hebt hier zo. Kijk. Oh. Dit waren jalapeno's. En als je die dan droogt, heten ze chipotle's. We hebben een hele chille rooksmaak. En wat doe je daarmee? Die snij je gewoon 1 keer door de helft. Zo. En die gooi je in de pan erbij. Oh, wel in de pan. Oh. Easy peasy lemon fucking squeezy. Tijd voor een beetje water. En je giet er gewoon net zoveel water bij, totdat je speklappen net onder water staan. Je zet het vuurtje aan. Vuurtje aan. Zoek je nou een goede plek om hele kruiden te halen, zoals laurierblaadjes en kruidnagels, kaneelstokjes en peperkorreltjes. Ga naar vanbeke.nl. Ik krijg van mij 10% korting als je de code NIC10 gebruikt. Linkje staat in de beschrijving. Klik daar vooral op. Van mij. Voor jullie. Terwijl onze buikspek lekker aan het koken is, gaan we een lekker sausje maken waar we straks onze buikspekjes indopen en opeten. Namelijk guacamole. En ik ben van mening dat guacamole gewoon standaard in je sausenarsenaal hoort. Je moet eigenlijk gewoon weten hoe je een lekkere guacamole gaat maken. En die gaan we maken vandaag. En ik ga je eerst laten zien hoe je het beste een avocado kan schoonmaken. Als mensen avocados gaan schoonmaken, krijgen ze heel vaak last van avocado hands. Dat is dus als je die pit straks eruit wil halen en je schiet door met je mes. En je mes gaat zo in je hand en avocado hand. Maar het kan veel makkelijker. Let op wat we gaan doen. Je avocado heb je zo beet. En die snij je in het midden tot aan de pit. Pak je een beet en draai je je mes. Je hoeft het niet met zo'n groot mes te doen. En je draait je mes zo rond totdat je helemaal rond bent. En het enige wat je hoeft te doen is de avocado ronddraaien. En heb je hier zo, heb je hem open. En wat nu heel veel mensen doen, die gaan zo met een mes gaan ze in de pit hakken. Zo. En dan gaat hij er ook uit. Kijk, zoals dit, zie je. Maar het kan makkelijker en veiliger. Let op. Pakken we nog een avocado. En die snijden we ook gewoon weer zo in. Draai hem, heb je hem open. Als je zo een piece doet, piece. En je doet zo je avocado ertussen. Zo, met de pit tussen de 2 vingers. Ga je met je duimpie, ga je tegen de pit aandrukken. En dan, boep. Heb je gewoon zonder messie te gebruiken, heb je gewoon zo je pitje eruit. Geen avocado hands meer. Avocado hens zijn ouderwets. Gebruik je voor deze guacamole 4 avocado's. Al je avocado's helemaal schoon. En ga je zo je avocado ga je eruit lepelen. Zorg ervoor dat je wel zachte avocado's gooit. En speklappies zijn aan het koken. Kijk, huppatee. Zorg ervoor dat je stukken buikspek gewoon op een heel laag vuurtje gewoon zachtjes aan het bubbelen zijn. Zoals het nu aan het doen is, dat ze heel langzaam een beetje gaar worden. En na 25 minuutjes halen we ze gewoon eruit. Gaan we even een wekkertje zetten voor het ding is. Pak je gewoon een vork en ga je zo al je avocado's ga je gewoon een beetje prakken. En je kan zelf bepalen hoe grof je het wilt. Als je het nou heel grof wil laten, dan prak je wat minder. Oeh, helemaal mijn kin. Geprakte avocado's. De basis voor onze guacamole. 2 tomaatjes. Die gaan we eventjes in blokjes snijden. Huppatee. Pak zo al je tomaatjes en die doe je zo bij je avocado's. En dan gaan we een halve rode ui erbij doen. Die snij je even door de helft zo. En die gaan we even lekker snipperen.
en die doe je zo bij guacchi dinges. Lekker, lekker, lekker. 1 jalapeno. En ik laat de pitch erin, want ik wil dat mijn guacchi een beetje pittig wordt. Wil je dat nou niet? Hou je de zaadlijsten haal je eruit en snij hem in kleine blokjes. Pak je al je jalapeno's en die doe je zo. 3 teentjes knoflook en die doe je er gewoon zo doorheen. Sap van 1 limoentje en die gaan we gewoon zo erin uitknijpen. We beginnen met een halve limoen. Daarna mengen we alles, proeven. Vinden we hem nou, mag die wat zuurder? Dan doen we gewoon die andere helft er ook bij. Heb je hier zo een hele bos met koriander, verse koriander. En dan snij je even door de helft. En die ga je zo een beetje grof hakken. Zo, nog een beetje met je messen erheen. Pak je je bakkie met je guacchi. Pak je al je koriander en doe je al je koriander. Er zijn ook heel veel mensen die hebben een hekel aan koriander. Doe je toch niet erin? Vind ik ook helemaal prima. Maakt mij geen reet uit. Doe je ongeveer half theelepeltje zout. Doe je half theelepeltje peper. En het enige wat je nu nog hoeft te doen, is mengen met elkaar. En ga je voorzichtig. Alles wat in je bakje zit, ga je mengen. Even proeven. Klein beetje zout nog. En je guacchi is helemaal klaar. Zo fucking makkelijk is het gewoon. Sausie. Onthouden. Fucking lekker. 25 minuten helemaal voorbij. Zet je hier zo je vuurtje voor je spekje zet je uit. En heb je hier zo, dames en heren. Bakplaatje met wat keukenpapier erop. Want we gaan onze... Wat in mijn mond. We gaan onze speklappen gaan we eruit halen en die willen we droog maken. En dan pak je een beet en dan leg je hem zo op wat keukenpapier. Oeh, is hij een beetje beslagen. Zo, hopen dat het niet allemaal te beslagen was. En hier zo heb je al je speklapjes liggen die helemaal gaar zijn. En dan ga je alles een beetje droog tippen. Ook aan de buitenkant, hier zo met het huidje, wil je ook gewoon allemaal een beetje droog hebben. Leg je ze even zo allemaal op je snijplankje. En dit laat je gewoon eventjes een klein beetje afkoelen. Alles op een bord en dan in de koeling. En dan gewoon een nachtje dit in de koeling onafgedekt laten opdrogen. Zodat het stukje huid helemaal opdroogt en straks crispy kan worden. En ik wil helemaal geen nachtje wachten, want het kan sneller. En dat kan namelijk met dit. Dit is een föhn, een haarföhn. Gejat van mijn vriendin. En dan gaan we onze buikspekjes drogen. Maar gaan we dan heel het buikspekje drogen? Nee, we willen alleen dat het huidje straks droog wordt. Zorg er wel voor dat als je een föhn gebruikt, dat je hem zet op koude stand. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst eventjes gaatjes prikken in de bovenkant van de speklapjes. Kijk hier zo, heb ik een tandenstokertje. En dan ga je heel veel gaatjes ga je in het huidje maken van je speklapje. Je kan niet genoeg kleine gaatjes erin hebben. Dit gaat straks helpen met ervoor zorgen dat je huidje krokant wordt. Heb je dat gedaan? Dan komt er allemaal vet uit je huidkantje. Wat doe je dan? Pak je een stukje papier en ga je heel de boel een klein beetje deppen zo. En dit doe je met al je speklapjes. We hebben in al onze stukjes buikspek hebben we nu gewoon gaatje geprikt. En nu gaan we het, dames en heren, gaan we het droog maken. En het gaat echt om de huidkant, dus het gaat niet om het vlees zelf. 20 minuutjes. Ons spekje moet drogen. Dus je moet 20 minuutjes met dit ding moet je... En doe dit ongeveer net zo lang totdat je huid van je spekkie heel droog aanvoelt. Dit is voor mij ook de allereerste keer dat ik spek aan het drogen ben met een haardroger. En dan kan je voelen met je vinger of je speklapje een beetje droog is geworden. En hij is inderdaad wat droger geworden. Hier zo heb je je speklapjes in gekookt. Maar gooi dat nou niet weg, want dit is fucking lekker. Bouillonnetje, die kun je gewoon zo pakken. Hier kun je super lekkere soep van maken. Dus gooi dat nou niet weg. Tipje van Nicky, bewaar dit. We kunnen dus al bijna gaan eten. Heb ik pannetje verleeg gehad. Hierin gaan we de shit allemaal frituren. Even een metertje erin. Vuurtje zet je vast aan. Vul je gewoon lekker zo. En we gaan onze speklapjes 2 keer frituren. 1 keer op een lage temperatuur en 1 keer op een hoge temperatuur. Op een lage temperatuur zorgen we er eigenlijk voor dat de huid misschien al een klein beetje gaat bubbelen. Dan halen we alles eruit. Zetten we de frituur hoger op 180 graden. En dan gaan we alles lekker krokant bakken. En dan gaat dat velletje als het goed is zo. Frituurtje is 140 graden. Als ik het goed heb, ja zeker. 2 speklapjes in 1 keer erin. En dan gaan we ongeveer een minuutje of 5 à 7 totdat hij mooi goudbruin is. Dat is 1 en dat is 2. En hebben we hier zo, hebben we een bakplaatje met dat keukenpapier om het straks uit te lekken. En je hebt kans dat je olie een beetje gaat spetteren door de vet en zo wat, en de vocht wat uit je speklap komt. Dus kijk uit daarvoor, dus hou een beetje afstand en hou hem op 140 graden. Woe! Kijk, zie je, dat ging niet al. Er bestaat ook iets dat heet een spatscherm. Dat is een soort ronde ding met gaas. Dat houdt olie wat omhoog komt, houdt het tegen. Ik had ooit zo'n ding. Maar die heb ik toen ik ging verhuizen weggegooid omdat ik die nooit gebruikte. Voor dit soort dingen heb je hem wel nodig. Oeh. Oeh. Au, ik krijg de tering.
loopt zo langs mijn klauwen. En ongeveer na 6-7 minuutjes haal je ze gewoon even zo eruit. En dan zie je dat er hele kleine bubbeltjes al ontstaan aan de buitenkant. En bij de tweede keer frituren hoop ik dat hij zo pff, en dan wat krokanter wordt. Leg hem zo op je papiertje dingen neer. Doe je gewoon een heel klein beetje zout. Even omdraaien. Ook een klein beetje zout eroverheen. En dit doe je met al je stukjes buikspek. En je laatste speklapjes zijn ook klaar. Die leg je zo even zo neer. Huppatee. Oeh. Doe je nog een beetje zout erop. Tweede keer frituren. Pannetje, 180 graden. Je hebt kans dat hij weer gaat spetteren. Hou er rekening mee. En doe hem gewoon zo erin. Kijk uit dat hij niet ontploft. Ja. Kijk, dit wil je hebben. Wat er nu op zit, dat wil je hebben. Dit op die andere ook. Kijk dan, zit er ook op. Ja, ja. En na 5,5 minuut heb je hier zo, dames en heren. Fucking lekker. Chicharronnetje. Even in een bak met wat keukenpapier. En dan zie je hier zo, dames en heren. Zie je dat die helemaal krokant geworden is. Oh, maar kijk al die bulletjes. Al die belletjes. Dat is wat crispy wordt. Doe daar ook weer een klein beetje zout overheen. Kijk, die kan je beetpakken. En dan hoor je. Oeh, heet. Dat is tering heet. Oeh. Laatste paar stukjes ook klaar. Doe je in de bak. Vuurtje uit. Doe nog een klein beetje zout eroverheen. Alles een beetje. Gaan we. Mooi bordje opmaken. Heb ik hier een plankje met je guacchi. Je chicharrones kan je gewoon zo pakken. En die kan je gewoon zo neerleggen. Dames en heren, jongens en meisjes. Kijk eens hier zo. Chicharrones met een lekker guacchi. Eet smakelijk. Chicharron met natuurlijk, oh shit, met guacchi. Kijk eens hier zo, lekker guacchi. Op de interwebs zie je dan zo'n stukje pakken, zoals dit. In de guacchi, zo. En dan hebben ze hier een happy met de guacchi. En dan doen ze gewoon, en wat proef je dan? Beste guacchi die ik je tijdig gemaakt heb. En je spekkie is een combinatie tussen crispy en sommige stukjes zijn wat droger. Maar het is wel lekker. Dit is gewoon een lekker spekkie. Het zoute en het vettige van je buikspekkie gaat super goed samen. Met de romigheid en de frisheid van je guacchi. En zo, dames en heren, maak je chicharrons. Ik, samen met een stukje sappig buikspek en een guacchi, is een fucking goede trio. Kijk hier zo. Vergeet niet, als je kruiden en specerijtjes wil halen, ga naar verbeke.nl. Linkje staat in de beschrijving. Gebruik Nick10. Krijg van mij 10% korting. Kusje op jullie voorhoofd. Volgende week zijn we gewoon weer lekker terug met een nieuw gerechtje. Zelfde Nicky doet. En blijf lekker eten. Lekker man.